Goeiedag en welkom bij dit college. Angina Pectoris, bedoeld voor de In Holland opleiding voor Physician Assistant. Mijn naam is Giel Bakker en ik ben een van de docenten bij de sectie farmacotherapie. Angina Pectoris is allereerst een syndroomdiagnose. Dat betekent dat het een verzameling van symptomen is. En dat is, nou ja, wat hier staat, een drukkend of beklemmend gevoel op of in de borst. Die wordt uitgelokt door fysieke of emotionele inspanning of koude. En die bovendien verdwijnt binnen 15 minuten na rust of na het geven van vaatverwijdende medicatie. Dat ontstaat door een disbalans tussen de zuurstofbehoefte van de hartspier enerzijds en de zuurstofaanvoer anderzijds. Dus de zuurstofbehoefte, nou, die wordt beïnvloed door de dingen die wij net noemden. Door inspanning bijvoorbeeld, als je de trap op rent, maar ook als je boos of juist verdrietig bent, dan gaat je hart harder kloppen en daarmee neemt de zuurstofbehoefte toe. Dat zijn de klassieke dingen. Maar je kunt ook denken aan bijvoorbeeld koorts of ritmestoornissen, waardoor het hart harder klopt en waardoor je dus eerder last krijgt van pijn op de borst veroorzaakt door angina pectoris. Aan de andere kant staat de zuurstofaanvoer. En vrijwel altijd speelt er een vernauwing van de kransslagaders. En bij de overgrote merendeel van de patiënten, en vooral de oudere patiënten, komt die vernauwing in de kransslagaders door atherosclerose. Door plaques die daar vormen aan de binnenkant van de bloedvatwand onder invloed van cholesterol. En die daarmee het bloedvat vernauwen. Bij de jongere patiënten zien we nog wel eens dat het komt door spasmes van zo'n vat. Dat zo'n vat onwillekeurig samentrekt. En dat kan door ziektes voorkomen, maar dat kan ook door middelen voorkomen. Bijvoorbeeld cocaïne staat erom bekend. Nou, de zuurstofaanvoer wordt natuurlijk ook beïnvloed door andere ziektes. Je kunt denken aan een anemie, een bloedarmoede. Of longziektes, waardoor er minder zuurstof wordt opgenomen. Ernstige hypotensie, zelfs shock, waardoor er gewoon te weinig bloed bij het hart komt. Dat zijn allemaal redenen waarom de zuurstofaanvoer minder wordt. En waardoor iemand dus eerder de last krijgt van angina pectoris. Als je alle drie deze symptomen hebt, dan noemen we dat de zogenaamde typische angina pectoris. Dus dat betekent dat de pijn die je op de borst voelt, drukkend of beklemmend van aard is. En nou ja, dat die dus klassiek optreedt alleen bij vormen van inspanning en ook klassiek weer verdwijnt. Heb je twee van de drie kenmerken, dus bijvoorbeeld is de pijn stekend van aard of is er niet zo'n hele duidelijke relatie met inspanning, dan noemen we dat de atypische angina pectoris. En als mensen alleen maar pijn aangeven die voor de rest weinig lijkt op de angineuze pijn, dan heet dat aspecifieke thoracale klachten. Nou, in een tabel uit een oudere NAG-standaard, helaas is die inmiddels, wordt die niet meer meegeleverd, maar hij is wel heel illustratief. Want je ziet dat mensen zonder klachten, dat die veel minder vaak een stenose in de kransslagaders hebben, dan mensen met steeds typischer wordende klachten. Dus zelfs op relatief jonge leeftijd, bijvoorbeeld een jaar of 35, heeft een man met typische AP 70% kans dat er inderdaad een vernauwing zit in de kransslagaders. Wat ook opvalt aan deze cijfers, is dat die van de vrouwen eigenlijk altijd lager zijn dan die van de mannen. En dat heeft ermee te maken dat mannen sowieso op eerdere leeftijd over het algemeen hart- en vaatziekten ontwikkelen. Maar ook dat het zich bij vrouwen vaak anders uit, minder typisch. Dus de diagnose stellen kan bij vrouwen lastiger zijn dan bij mannen. Nou, hier zie je zo'n kransslagader. En je moet goed begrijpen dat zo'n vernauwing, die zit daar. En die kan aan zich niet direct kwaad. Of althans, iemand heeft natuurlijk last van angina pectoris. En als die vernauwing dikker wordt en het bloedvat dus nauwer, dan krijgt iemand steeds eerder last van angina pectoris. En dan krijgt hij bijvoorbeeld een ernstigere klassificatie volgens de New York Heart Scale. Maar op een gegeven moment dan gaat het lichaam al collateralen maken. Dus er komen kleine bloedvaatjes hier om die plaques heen,
om maar te zorgen dat die hartspier voldoende van bloed voorzien blijft. Een langzaam progressieve angina pectoris kan dus ernstiger worden, maar zal in principe nooit aanleiding geven tot een hartinfarct, totdat het hart helemaal zonder zuurstof komt te zitten. Veel gevaarlijker is het als er een scheurtje ontstaat in die plak. En dat gebeurt veel eerder dan in een normale bloedvatwand. Want als er zo'n scheurtje in stond, dan ziet het lichaam dat als het ware als een wondje. En daarop reageert het met plaatjes aggregatie, met bloedplaatjes die daar samen klonteren. Om maar te zorgen dat dat wondje dichtgaat. Alleen het gevolg is dat zo'n bloedvat dan patsboem helemaal dicht kan zitten. En dat is veelal de pathogenese van een hartinfarct. En dat moeten we dus ook straks, zul je zien, bij de therapeutische doelen zien te voorkomen. Het is niet altijd makkelijk om voor een patiënt onderscheid te maken tussen een hartinfarct en angina pectoris. Hè? Want dat kan vrijwel hetzelfde voelen. Je spreekt van alarmsymptomen als de pijn heel duidelijk ontstaat in rust. Als de pijn langer dan een kwartier aanhoudt in rust. Of niet meer reageert op de vaatverwijderende medicatie. En een ander alarmsymptoom is als mensen heel erg benauwd, angstig of onrustig zijn. En vaker dan bij angina pectoris aanvallen, zien we bij hartinfarcten ook dat er sprake is van vegetatieve verschijnselen. Zoals bleekheid, misselijkheid, zweten, etc. Maar dat kan bij allebei optreden. Nou, als die alarmsymptomen optreden, dan spreek je al heel snel van een acuut coronair syndroom. Een acuut coronair syndroom, dat is een spoedsituatie. Wat betekent dat er direct een arts geraadpleegd moet worden. Hè? Dus iemand moet of met de ambulance of met de huisarts contact opnemen. En dan maken we onderscheid in drie soorten gradaties eigenlijk. We spreken van instabiele angina pectoris. Als die klachten dus passend zijn bij een acuut coronair syndroom, maar er gelukkig nog geen hartschade is. Ja, dus als de klachten voorheen bijvoorbeeld altijd reageerden op rust of op die vaatverwijderende medicatie die we straks gaan bespreken, en nu plots niet meer, dan heeft iemand instabiele angina pectoris. En als er dan nog geen hartschade op is getreden, dan is er dus ook nog geen hartinfarct aan de hand. Als er wel hartschade op is getreden, en dat is dan aantoonbaar door het vrijkomen van troponines die we in het bloed kunnen meten, dan maken we onderscheid tussen een hartinfarct dat op het ECG te zien is, een zogenaamde ST-elevatie myocardinfarct. En hier zie je hoe dat eruit ziet op een ECG. Ja, dan is het ST-segment is geëleveerd boven de basislijn. Of een non-ST-elevatie myocardinfarct. En het verschil daartussen is dat bij dat ST-elevatie myocardinfarct is er transmurale ischemie. Dus is er een hartspier eigenlijk over de hele dikte is die geïnverseerd. En dat geeft een hoog risico op het krijgen van ventriculaire ritmestoornissen, die eventueel zelfs dodelijk kunnen zijn. Dus een ST-elevatie myocardinfarct, een STEMI, moet binnen enkele uren gerevasculariseerd worden. Dus met grote spoed. Met revascularisatie bedoel ik een dotterbehandeling, waarbij het vat weer opnieuw opengemaakt wordt en er vaak ook een zogenaamde stent, een buisje die het vat openhoudt, wordt achtergelaten. Een non-ST-elevatie myocardinfarct moet binnen enkele dagen gerevasculariseerd worden. En bij de instabiele angina pectoris, dan heb je de tijd om rustig onderzoek te doen. Alvorens er wel of niet een revascularisatie plaatsvindt, afhankelijk van wat er daadwerkelijk aan de hand is. Nou, daar gaan we het vandaag niet over hebben. We gaan het vandaag hebben over de stabiele angina pectoris. Dus dat is die situatie dat het alleen maar optreedt bij inspanning, koude of emoties. En dan hebben we drie verschillende therapeutische doelen. Allereerst het snel couperen van een aanval. Dus iemand heeft een aanval en je wil dat die zo snel mogelijk overgaat. Dat noemen we aanvalsbehandeling. Een tweede therapeutisch doel is natuurlijk zorgen dat mensen zo min mogelijk aanvallen krijgen.
En dat noemen we de onderhoudsbehandeling. En als derde hebben we de preventie van hart- en vaatziekten. En we zullen er straks bij stilstaan waarom het zo belangrijk is dat het in dit geval gaat om secundaire preventie en niet om primaire preventie. Nou, deze therapeutische doelen die gaan we straks rustig langs met ook de bijbehorende medicatie. Maar allereerst is het natuurlijk belangrijk om de niet-medicamenteuze maatregelen te bespreken. En die zijn vrij voor de hand liggend. Hè. Die zijn vergelijkbaar met andere niet-medicamenteuze maatregelen op het gebied van cardiovasculair risicomanagement. Dus als iemand rookt, dan is het verreweg het belangrijkste dat hij stopt. Alcohol heeft een negatieve invloed op het krijgen van atherosclerose. Bewegen is natuurlijk heel belangrijk. Gezonde voeding is heel belangrijk. Afvallen is heel belangrijk. Dus dat is eigenlijk een beetje het standaard rijtje van de niet-medicamenteuze maatregelen die hierbij hoort. Oké, nou dan gaan we het allereerst hebben over de aanvalsbehandeling. Dat is farmacotherapeutisch gezien ook meteen de eenvoudigste stap, want daar hebben we eigenlijk maar één mogelijkheid voor. En dat is het geven van kortwerkende nitraten. En dat zijn er op hun beurt weer twee. Dat is of de nitroglycerinespray of de isosorbide dinitraat. Die werken eigenlijk precies hetzelfde, behalve dat de spray, nou, dat is een buisje wat je bij je moet dragen, onder de tong moet toedienen op het moment dat er een aanval optreedt. En de isosorbide dinitraat, dat is een smelttabletje wat je ook onder de tong legt en wat dan ook snel wordt opgenomen en snel zijn werking doet. Ze werken, allebei dus, door verwijding van het veneuze vaatbed. Met als gevolg dat er minder terugstroom is van bloed richting het hart. Dat noemen we de preload. En vanwege het Frank-Starling-mechanisme is het hart, als dat minder bloed krijgt aangeboden, gaat dat ook vanzelf minder bloed wegpompen. Met als gevolg dat het minder zuurstofbehoefte nodig heeft om al het bloed weg te pompen. Met als gevolg dus dat de zuurstofbehoefte van het hart afneemt en de angina pectoris zo snel mogelijk overgaat. Het is een misverstand om te denken dat de belangrijkste werking van deze nitraten is door de coronaire open te zetten. Want ze doen wel iets op de arteriële vaatverwijding, maar het is bij lange na niet genoeg coronaire gezien om de klachten te verhelpen. Deze middelen die geven een dusdanige vasodilatatie dat mensen vaak licht in het hoofd worden na het innemen. En daarom is het een belangrijk advies om het zittend of liggend in te nemen. Want als je dat niet doet, dan kun je dus duizelig worden, licht in het hoofd en eventueel zelfs omvallen. Nou, dat wil je niet. Andere veel voorkomende bijwerking die optreedt door die extreme vasodilatatie is hoofdpijn. Dus vaak klagen mensen in de uren tot, uren na het gebruik van dit middel, klagen ze over vervelende hoofdpijn, die vaak ook maar moeilijk reageert op paracetamol. Het is belangrijk dat we dit middel niet alleen als behandeling geven, maar dus ook als diagnosticum. Hè? Want zoals eerder gezegd, als angina pectoris niet reageert op deze vaatverwijdende medicatie, dan is er misschien wel iets meer aan de hand. Dan is er misschien wel een acuut coronair syndroom of zelfs een hartinfarct. En daarom zeggen we bij deze middelen dat je ze binnen een kwartier tijd 3 keer mag gebruiken. Dus dat is om de 5 minuten 1 keer. En als er na die 15 minuten nog steeds geen reactie is, dan is dat reden om een arts te raadplegen. In een samenvattingsslide van eigenlijk alle nitraten, en kortwerkend hebben we het dan dus over de nitroglycerine en de isosorbide dinitraat. En er bestaan ook langwerkende nitraten. Ik ga straks de indicatie daarvan uitleggen. Maar dat is de isosorbide mononitraat. Nou, die werken dus allemaal, zoals eerder gezegd, door een verlaging van de preload naar het hart toe, door een extreme vasodilatatie. Interacties hebben deze middelen ook, namelijk met andere middelen die vaten verwijden. En een van de meest potente vaatverwijders die we kennen, dat is bijvoorbeeld Viagra tegen impotentie. Dus ook belangrijk dat die middelen
Als die samen worden gebruikt, kunnen die dus veel meer nog dan bij alleen gebruik die hypotensieklachten geven met valgevaar tot gevolg. Het is dus belangrijk om patiënten te adviseren om die middelen niet meer te gebruiken, want je weet namelijk niet wanneer je je nitraat nodig hebt. Of in ieder geval voorzichtig te zijn bij het gelijktijdig gebruik ervan en bijvoorbeeld echt te gaan liggen op het moment dat de middelen gebruikt worden met korte tussenpozen. Contra-indicaties, ja, die zijn vrij logisch. Als iemand al ernstig hypotensief is, dan moet je deze middelen natuurlijk niet gaan toedienen, want dan kan de bloeddruk helemaal wegvallen. Nou, zoals gezegd, de spray en de dinitraat, dat zijn eigenlijk de enige twee aanvalsbehandelingen die je kunt kiezen. En als je daar nou een keuze tussen moet maken, dan wordt dat vaak in shared decision making met de patiënt gedaan. Want zo'n spraytje, nou, dat is lekker handig in gebruik, maar dat smaakt voor sommige patiënten wat vies. En niet elke patiënt vindt dat handig om zo'n spraytje de hele dag bij zich te dragen. Aan de andere kant, de pilletjes, die nemen we lekker makkelijk mee, die passen in de portemonnee. Maar er zijn ook weer mensen die dat minder prettig vinden. En dus eigenlijk de enige reden om een van deze middelen te kiezen, dat is de voorkeur van de patiënt. Dan de onderhoudsbehandeling. En de onderhoudsbehandeling die geven we over het algemeen pas als er twee of meer aanvallen per week zijn. Althans, dat is volgens de NAG-standaard, volgens de huisartsenstandaard. Cardiologen zijn geneigd om het eerder te geven. Dat is een iets ingewikkelder stappenschema. Dat bestaat uit het geven allereerst van of een beta-blokker of een dihydropyridine calciumantagonist. Nou, ik ga straks uitleggen wat dat ook alweer waren. In stap 2 combineer je deze twee middelen. En in stap 3 voeg je er eventueel zo'n langwerkend nitraat aan toe. Er bestaan ook nog vervolgstappen, maar dat zijn meer cardiologisch gespecialiseerde stappen, waar ik voor nu minder bij stil wil staan. Om goed de werking van de beta-blokker te begrijpen, herhaal ik altijd kort even waar nou in het lichaam de verschillende beta-receptoren zitten. En we maken onderscheid tussen de beta-1-receptoren en de beta-2-receptoren. En de beta-1-receptoren die zitten in het hart en daar zorgen ze voor contractiekracht en hartfrequentie. Als je ze stimuleert, hè, heb ik het nu over. In de nier zorgen de beta-1-receptoren voor activatie van het RAS-systeem, het renine-angiotensine-aldosterolsysteem. En daarmee helpen ze dus de bloeddruk op peil te houden. De beta-2-receptoren die zitten juist in de longen en daar geven ze bronchusverwijding als je ze stimuleert. Dat is ook de belangrijkste werking van de bronchusverwijders, hè, van de beta-agonisten. En die zitten ook in de kleine bloedvaten en daar zorgen ze voor bloedvatverwijding. Als je nu dus een beta-blokker geeft, dan gebeurt in principe precies het tegenovergestelde. Dus de contractiekracht gaat omlaag, de hartfrequentie gaat omlaag, het RAS-systeem wordt geremd, de bronchiën vernauwen en de bloedvaten vernauwen ook. Dat heeft zowel gewenste als ongewenste effecten. En ja, dat hangt er natuurlijk een beetje vanaf wat de situatie is. Maar een bradycardie, dus een verlagen van de hartfrequentie en ook van de contractiekracht van het hart, dat zorgt voor minder zuurstofbehoefte van het hart. Waardoor er dus minder snel angina pectoris kan optreden. Nadeel is dat het ook de inspanningstolerantie ernstig beïnvloedt. Ja, dus iemand die voorheen de trap makkelijk opkwam, dat lukt misschien met de beta-blokker niet meer. Of het sprintje voor de trein trekken, dat lukt vaak ook niet meer. Dus dat is de belangrijkste bijwerking van de beta-blokkers op het hart. Op de nier geeft het een bloeddrukverlaging. Dat is ook fijn. Ja, dat is een van de redenen waarom we soms beta-blokkers geven. Hoewel daar vaker ook betere middelen voor beschikbaar zijn. Maar dat is dus het gewenste effect bij het geven van een beta-blokker.
En een ongewenste variant daarop is dat de bloeddruk ook te laag kan worden. Dat mensen hypotensief kunnen worden. En dat uitzicht vaak in eerste instantie bij het opstaan uit de zitten of een liggende houding. Dat noemen we de orthostatische hypotensie. Als je het hebt over beta-2 receptoren, dan kan dat door bronchusvernauwing bijvoorbeeld astmatische klachten geven. Je kunt je voorstellen, het vernauwen van de bronchiën, dat heeft niet per se nut. Dat is meer gewoon iets wat voor bijwerkingen zorgt. En hetzelfde geldt eigenlijk een beetje voor de kleine bloedvaten. Want dat kan namelijk zorgen voor koude handen, koude voeten. En ook door bloedingsstoornissen bij mensen die al bloedingsproblemen hebben. Dus samenvattend geeft het remmen van de beta-1 receptoren geeft eigenlijk zowel gewenste als ongewenste effecten. Maar het remmen van de beta-2 receptoren geeft alleen maar ongewenste effecten. Gelukkig bestaat er selectiviteit. Dat betekent dat sommige beta-blokkers selectiever zijn voor de beta-1 receptor dan voor de beta-2 receptor. En welke dat zijn, dat staat in deze tabel weergegeven. En let op de selectiviteit, er staat hier een alfa-symbooltje en een beta-symbooltje. Dat klopt niet, hè? Dat zou een beta-1 en een beta-2 symbooltje moeten zijn. Nee, je ziet dat 4 van de 7 beta-blokkers die hier zijn, dat zijn selectieve beta-blokkers. En dat betekent dat zij voorkeur hebben om de beta-1 receptor te remmen. Dus voorkeur voor de gewenste en in mindere mate ongewenste effecten. De andere beta-blokkers, zoals bijvoorbeeld labetalol, propranolol of sotalol, zijn niet selectief. Die worden om andere redenen worden die wel eens voorgeschreven. Maar in de behandeling van angina pectoris of in de behandeling van bloeddruk hebben die dus ook minder de voorkeur. Tevens staat hierachter wat de maximale dosis van selectiviteit is. Want des te meer je geeft, des te meer die beta-blokker ook de andere receptor gaat remmen. Dus als je van de metoprolol langwerkend, als je daar meer dan 200 milligram per dag van zou geven, dan zeg je van, dan is hij eigenlijk in zich heel niet selectief meer. Dan remt hij ook volledig de beta-2 receptor. Maar je kunt je voorstellen dat bij 150 milligram al een beetje zo is. En bij 200, wat best wel een gebruikelijke dosering is, ook al behoorlijk. Dus die selectiviteit die is dosisafhankelijk. Dat is een belangrijk gegeven. Nou, dan heb ik de belangrijkste verschillen tussen de beta-blokkers genoemd. Nog even de samenvattingsslide, waar ze dus allemaal op staan. De selectief werkende beta-blokkers, die antagoneren, remmen, dus voornamelijk de beta-1 receptor in de hart en nier. En de niet-selectieve beta-blokkers antagoneren zowel de beta-1 als de beta-2 receptor. Dus die hebben ook werking in de longen en in de kleine bloedvaatjes. Nou, de bijwerkingen die zijn grotendeels te verklaren. De verminderde inspanningstolerantie hebben we besproken. De orthostatische hypotensie hebben we besproken. Astmatische klachten, koude akelen en doorbloedingszones komen dus met name bij de niet-selectieve voor. Maar ook bij de hogere doseringen van de wel-selectieve. En de levendige dromen, dat is nog een vervelende bijwerking. Die met name voorkomt bij de lipofiele beta-blokkers. Dus de beta-blokkers die makkelijker over de bloed-hersenbarrière kunnen. Interacties zijn er met andere middelen die het hartritme vertragen. En dan kun je bijvoorbeeld denken aan digoxine of non-dihydropyridine calciumantagonisten. En dat zijn middelen die mag je eigenlijk niet combineren met beta-blokkers. En natuurlijk zijn er ook interacties met andere bloeddrukverlagers. Des te meer bloeddrukverlagers je combineert, des te groter de kans dat iemand ook een keer een te lage bloeddruk krijgt met alle gevolgen van dien. Contraindicaties, dat zijn geleidingsstoornissen. Logisch, hè, daar werken die beta-blokkers op. Als je dat geleiding verder vertraagt, dan kunnen er uiteindelijk ook ernstige geleidingsstoornissen optreden. Ernstig astma is voor zowel de selectieve als de niet-selectieve beta-blokker is dat een contraindicatie. Als het maar ernstig genoeg is, die astma. En datzelfde geldt voor de perifere doorbloeding. Dus daar moet je rekening mee houden bij het voorschrijven van deze middelen. Dus die monotherapie van die beta-blokkers, dat is één van de keuzes die je hebt in de eerste stap van de onderhoudsbehandeling van angina pectoris. De andere optie die je hebt, dat is de zogenaamde dihydropyridine calciumantagonist.
En dat is dus iets anders dan de non-dihydropyridine calciumantagonist. En de dihydropyridines die kun je herkennen aan dat ze eindigen op dipine. Ja, dus dan moet je denken aan bijvoorbeeld amlodipine, nifedipine, etc. Die remmen de calciumkanalen eigenlijk specifiek in de arteriële bloedvatwand. Met als gevolg dat dat bloedvat open gaat staan en dat de bloeddruk afneemt. Dat heeft tot gevolg, als je het hebt over angina pectoris, dat er dus ook een verminderde preload en een verminderde afterload is voor het hart. Met als gevolg dat er minder pompweerstand is en dat er dus ook minder zuurstofbehoefte is van het hart. De non-dihydropyridines hebben eigenlijk dezelfde werking op de bloedvatwand, maar hebben daarnaast nog ook effecten in de hartspier zelf. En daar zijn ze negatief inotroop en negatief chronotroop en dromotroop. Nou, dat zijn mooie woorden om eigenlijk aan te geven dat de contractiekracht negatief wordt beïnvloed en dat de snelheid van het hart negatief wordt beïnvloed. Dus eigenlijk vergelijkbaar met hoe die beta-blokker dat doet. Nou, als je dan kijkt naar de indicaties, dan geven we die non-dihydropyridines. Die geven we met name voor ritmestoornissen. En die geven we als een van de latere, als de gespecialiseerde soorten behandeling bij angina pectoris. En want je kunt je voorstellen dat het op twee manieren eigenlijk de angina pectoris tegengaat. Zoals die beta-blokker dat doet en zoals bloedvatverwijders dat doen. De calciumantagonisten, die hebben met of sorry, de dihydropyridine calciumantagonisten, die hebben met name een indicatie bij de hypertensiebehandeling. Ja, dus bij de behandeling van de bloeddruk en in mindere mate bij de angina pectoris. Dus ze worden alleen voor minder ernstige angina pectoris zijn ze geschikt. Grappig om erbij te vermelden is ook dat ze in de vorige NAG-standaard nog in het geheel niet voorkwamen. Dus dat zijn voortschrijdende inzichten dat deze middelen ook tegen angina pectoris enigszins effect hebben, vergelijkbaar met die effecten van de beta-blokker in monotherapie. Dan heb ik hier nog een mooie samenvattingsslide met de verschillende middelen erop. En nogmaals, de dihydropyridines die blokkeren dus heel specifiek de L-type calciumkanalen in de bloedvat. En de non-dihydropyridines die werken ook op het hart en die hebben daarmee beta-blokkerachtige verschijnselen op het hart. De bijwerkingen die kunnen optreden eigenlijk bij allemaal zijn ödeem en hoofdpijn. En daarnaast bij de non-dihydropyridines vergelijkbaar met die beta-blokker ook weer de verminderde inspanningstolerantie. Interacties zijn er met andere bloeddrukverlagers. Weer logisch, des te meer bloeddrukverlagers je combineert, des te groter de kans op hypotensie. Andere hartvertragende medicatie. Wederom, dus de beta-blokkers en de digoxine, die middelen mag je liever niet combineren. En deze middelen die hebben ook mogelijke CYP3A4 interacties. Hè. Dus dat is het cytochrome P450 systeem en dan specifiek de CYP3A4, die we ook kennen van bijvoorbeeld de simvastatine en van de grapefruitsap. Nou, dus de dihydropyridines zijn zelfs substraat voor het 3A4. Dat betekent dat je ze niet mag combineren met bijvoorbeeld grapefruitsap, want dan worden ze verminderd afgebroken en dan krijg je dus een stapeling en te veel effecten van deze middelen. De non-dihydropyridines die zijn ook substraat, maar die zijn bovendien een remmer van het 3A4. Dus die doen eigenlijk hetzelfde als dat grapefruitsap doet. En dat betekent dat je deze middelen, dus de verapamil en de diltiazem heb ik het nu over, en de non-dihydropyridines, dat je die ook niet mag combineren met statines. Of als je dat doet, dan moet je in ieder geval uitkijken dat je de juiste statine kiest. En bovendien mag je deze middelen onderling niet combineren. Contra-indicaties zijn er met name voor de non-dihydropyridines. En dan moet je denken aan wederom geleidingsstoornissen van het hart. Belangrijk om te onthouden voor jullie, dus voor de behandeling van de minder ernstige angina pectoris, is dus de dihydropyridine calciumantagonisten. Ja, dus de
amlodipine, nifedipine, bardipine, etc. Verder moet je weten wat die verapamil en diltiazem doen en wat de verschillen daarmee zijn. Maar die zal je zeker voor de mildere klachten zal je die niet zo snel voorschrijven. Wat je wel nog kunt voorschrijven, daar waren we net misschien wat snel overheen gegaan, is de langwerkende nitraten. Ja, want als je dus niet uitkomt met een calciumantagonist in monotherapie, niet uitkomt met een beta-blokker in monotherapie en niet uitkomt met een combinatie van die twee, dan is de vervolgstap om er een langwerkend nitraat aan toe te voegen. En dat is de isosorbide mononitraat. En dat is eigenlijk zoals eerder besproken, die werkt precies hetzelfde als de andere nitraten. Met uitzondering van dat die veel langer werkt. Dat die lang werkt, heeft ook tevens tot gevolg dat je lichaam eraan kan wennen. Dat is wel een dingetje om goed te weten bij die langwerkende nitraten. Is dat je eigenlijk het liefst niet wil dat ze 24 uur lang per dag werken. Dus wat we vaak doen, is dat we ze 's ochtends geven, zodat iemand in het actieve deel van de dag er voldoende baat bij heeft. En die middelen zijn dan tegen het slapen gaan, zijn ze uitgewerkt. Het is belangrijk dat je ze niet nogmaals doseert, want als je echt 24 uur per dag aan deze middelen wordt blootgesteld, dan gaan de vaten, die kunnen ondanks de isosorbide mononitraat, kunnen ze toch weer een beetje gaan knijpen. Terwijl als je het per dag een soort op- en affase geeft, dan treedt die gewenning minder op en dan heeft het dus veel langer effect. Dan het laatste therapeutisch doel. En dat is dus weer iets wat we eigenlijk aan iedereen geven met angina pectoris. Hè? Dus stap 1, de aanvalsbehandeling geven we aan iedereen. En stap 3 geven we aan iedereen. En stap 2, dat is dus vooral de mensen die regelmatig klachten hebben. En dan zegt de standaard, die zegt 2 of meer aanvallen per week. Daarvoor geven we eigenlijk 3 dingen. En dat is niet een stappenschema, dat zijn gewoon 3 dingen die moeten plaatsvinden. En allereerst is dat de remming van de plaatjes middels acetylsalicylzuur en in uitzonderingsgevallen wel eens clopidogrel. Ten tweede is dat een statine. En ik zal straks uitleggen dat je een statine eigenlijk geeft, hè, dat is een cholesterolverlager, dat we die eigenlijk altijd geven bij mensen met atherosclerotische hart- en vaatziekten, onafhankelijk van hun cholesterol op dat moment. En als laatste, heel belangrijk, is dat je natuurlijk ook de andere risicofactoren voor het krijgen van hart- en vaatziekten zo goed mogelijk behandelt. Dus als iemand ook een hoge bloeddruk heeft, ga je dat ook behandelen. Als iemand ook diabetes heeft, ga je dat ook behandelen. En ook hier horen natuurlijk weer de niet-medicamenteuze maatregelen, horen hier ook bij. We beginnen even met deze overzichtsslide van verschillende antistollingsmedicatie. Want het is belangrijk dat we onderscheid maken tussen de primaire hemostaseremmers en de secundaire hemostaseremmers. Ja, dus op het moment dat er ergens in het lichaam een wondje is, dan reageert het lichaam er allereerst op met primaire hemostase. Dat wil zeggen, de bloedplaatjes gaan hun werk doen. Maar die zitten op dat moment nog vrij los op dat wondje. Dan wordt de secundaire hemostase geactiveerd. En die zorgt voor de fibrinedraden in die korst, waardoor de korst vervolgens sterker wordt en het bloeden daadwerkelijk stopt. Op beide van deze systemen kunnen we ingrijpen, maar de reden om dat te doen is heel anders. Want bij de primaire hemostaseremmers geven we vooral voor de atherosclerotische hart- en vaatziekten. En dan moet je denken aan angina pectoris, waar we het vandaag over hebben. Maar dan moet je ook denken aan etalagebenen of een herseninfarct. En al deze dingen hebben gemeenschappelijk dat die dus worden veroorzaakt door atherosclerose van de vaatwand. En zoals ik al eerder uitlegde, als er in zo'n atherosclerotische plak, als daar een scheurtje optreedt, dan reageert het lichaam erop juist met die primaire hemostase. Dus vandaar dat het ook zo goed is om die primaire hemostaseremmers te geven voor deze ziektebeelden. Die zijn daar gewoon heel effectief voor, ondanks dat ze over het algemeen wel iets minder bloedverdunnend werken
dan de middelen die de secundaire hemostase aangrijpen. Dus het heeft een goede balans tussen werking en bijwerking. En dat betekent natuurlijk niet dat die secundaire hemostase-remmers hier niks op zouden doen. Die spelen ook wel degelijk een rol, maar die hebben dus een minder goede balans tussen werking en bijwerking. Want die secundaire hemostase-remmers, dat noemen we ook wel antistollingsmiddelen ten opzichte van dus de antistelpingsmiddelen bij de trombocyte-aggregatieremmers, die geven we juist voor de niet-atherosclerotische stolneiging. En dan moet je denken bijvoorbeeld aan stilstaand bloed, hè, omdat het stilstaat in een atrium wat niet goed klopt, of in kuitvenen. Omdat iemand een lange vliegreis heeft gemaakt bijvoorbeeld. Hè? Dan kan er een diepveneuze trombose optreden of eventueel zelfs een longembolie. En dat gaan we dus tegen met een hele andere groep van medicijnen. Nou, welke medicijnen dat zijn, dat staat hieronder. En dat gaan we nog een andere keer gaan we dat heel uitgebreid bespreken. Maar we gaan het vandaag dus hebben over remmers van de primaire hemostase. En dan met name de salicylaten en de P2I12 remmers zullen aan bod komen. En de salicylaten die staan op de eerste keus. En dat heeft ermee te maken dat die al het langst op de markt zijn. En dat ze een betere verhouding hebben weer tussen werking en bloedingsbijwerkingen. Hoe ze werken is dat ze in de trombocyt het thromboxane A2 remmen. En dat doen ze door remming van het cyclooxygenase. Dat kennen jullie ook van de NSAID's, van de pijnstillers. En acetylsalicylzuur is eigenlijk niks anders dan een NSAID wat we geven in een lage dosering met als doel om de trombocyt te remmen. Omdat deze binding irreversibel is, dat betekent hij bindt aan de trombocyt en hij laat niet meer los voor zolang als de trombocyt leeft, is de werking relatief lang, namelijk net zo lang als de levensduur van een trombocyt. En dat is ongeveer 10 dagen. Dus op het moment dat iemand salicylaten gebruikt, dan verwacht je dat hij nog tot 10 dagen na de laatste pil een verminderde bloedstolling heeft. Ongeveer, nou, pak een beet, 50% van de trombocytenfunctie, dus na 5 dagen heb je 50% van je trombocyten is weer normaal na het stoppen van acetylsalicylzuur. Dat vinden we voldoende om operaties te doen. Ja, dus dan is de bloedstolling is weer relatief normaal. Er zijn overigens ook operaties die tegenwoordig worden uitgevoerd onder trombocytenremming. Dus het hangt er heel erg vanaf wat voor ingreep iemand moet krijgen of hij überhaupt nog moet stoppen met zijn acetylsalicylzuur. De bijwerkingen zijn relatief logisch, hè? Want als jij remmers geeft van de trombocytenfunctie, ja, dan krijg je natuurlijk een verhoogde bloedingsneiging. En dat uitzicht bij mensen over het algemeen dat wondjes wat langer blijven bloeden en dat ze eerder blauwe plekken krijgen. Ja, dat zijn de meest gehoorde bijwerkingen eigenlijk van deze middelen. Maar natuurlijk kunnen ze ook uiteindelijk ernstigere bloedingen kunnen ze ook in de hand werken. Verder, omdat ze dus eigenlijk een NSAID zijn, hebben ze ook invloed op de maag. Ja, er zit een slijmlaag tussen het maagzuur en het maagslijmvlies. En die slijmlaag die wordt door middel van prostaglandines in stand gehouden. En omdat acetylsalicylzuur het COX-enzym remt, remt hij ook de productie van die prostaglandines. En daardoor wordt die slijmlaag minder stevig, met als gevolg dat er bijvoorbeeld maagzweren kunnen optreden. Interacties zijn er natuurlijk met andere antistollingsmiddelen. Daarvoor geldt dat des te meer antistollingsmiddelen je combineert, des te hoger de bloedingsneiging. Middelen die inwerken op die slijmlaag van de maag, hè, dus de NSAID's en de steroïden. En middelen die zelf ook COX remmen. Zoals ibuprofen. En die laatste, dat is een beetje een ingewikkelde. Want ibuprofen, die remt COX reversibel. Dus die remt het niet voor 10 dagen, maar die remt het voor een aantal uurtjes. En wel op precies dezelfde plek als het acetylsalicylzuur dat doet.
Dus op het moment dat ibuprofen aan de trombocyt gebonden is en acetylsalicylzuur langskomt, kan acetylsalicylzuur niet binden. Nou, een aantal uren later is de acetylsalicylzuur uit het bloed al lang alweer uitgeplast en is die dus niet gebonden aan de trombocyt. Maar dan is de ibuprofen, die is ook niet meer gebonden. En dan heeft iemand dus een normaal functionerende trombocyt. Dus hoewel zowel ibuprofen als acetylsalicylzuur allebei de plaatjesaggregatie remt, zorgt de combinatie van deze middelen voor minder remming dan als je acetylsalicylzuur alleen zou geven. Belangrijk bij alle soorten van antistolling is dat je ook nadenkt over wat kun je nou doen op het moment dat er onverhoopt toch een bloeding optreedt. En in het geval van salicylaten kun je dat behandelen met een trombocytentransfusie. Ja, kun je trombocyten van een donor kun je toevoegen die gewoon werkzaam zijn. Of zou je eventueel desmopressine kunnen proberen. Wat ervoor zorgt dat alle plaatjes die nog actief zijn in ieder geval optimaal benut worden. Vaak is dat niet nodig omdat je met puur afdrukken of eventueel chirurgisch ingrijpen een bloeding goed kunt stoppen. Dan de P2I12 remmers. Daar wil ik niet te lang bij stilstaan, want eigenlijk de enige reden om dit te geven voor angina pectoris is als iemand een contra-indicatie, en vaak is dat een allergie, heeft voor acetylsalicylzuur. En dan kiezen we niet voor de ticagrelor of de prasugrel, maar voor de clopidogrel. Ja, dus dat is eigenlijk de enige die jullie voor dit angina pectoris college moeten kennen, is de clopidogrel. Die werkt net iets anders op de trombocyt, maar belangrijk is om te weten dat die ook irreversibel werkt, dus dat die net als de acetylsalicylzuur zo'n 10 dagen voor remming geeft, voor remming zorgt. En belangrijk is ook om te weten dat hij dat dus niet via dat Cox-enzym doet, dus dat de bijwerkingen van clopidogrel anders zijn. Een andere reden om dus liever voor clopidogrel te kiezen dan voor aspirine is bij iemand die erg veel maagproblemen in het verleden heeft, dan zou je deze middelen kunnen inwisselen. Nogmaals, iedereen met angina pectoris die heeft baat bij een vorm van antiplaatjestherapie. En dan kiezen we dus bij voorkeur de acetylsalicylzuur en alleen als er een contra-indicatie is, kiezen we voor de clopidogrel. Maar ook iedereen met hart- en vaatziekte recht op heeft, dat is een statine. En dat is een beetje contra-intuïtief, want we geven de statine geven we onafhankelijk van het cholesterol. Dat is als het gaat om secundaire preventie. Ja, dus preventie van iemand die al aterosclerose heeft. En dat is in dit geval. Als we het voor angina pectoris geven, dan is dat een uiting van aterosclerose. Dus dan geven we de statine zelfs bij mensen die een normaal cholesterol hebben. Dat is heel anders dan wanneer je het doet vanuit primaire preventie. Dus mensen die alleen maar een hoog risico hebben op het krijgen van hart- en vaatziekten. Bij die mensen zou je liever, of geef je pas een statine op het moment dat ze een aantoonbaar hoog risico hebben en een aantoonbaar verhoogd cholesterol. Dan pas heb je indicatie om het te starten. Nou, de reden dat we het bij uitingen van aterosclerose al eerder doen, en zelfs bij normaal cholesterol, is omdat er wordt verondersteld dat het gunstige effecten heeft op de vaatwand. Als we weer denken aan die aterosclerotische plak van een paar slides terug, dan zijn er aanwijzingen dat zo'n plak steviger wordt als je een statine geeft. Nou, dan ontstaat er dus minder snel een scheurtje en dan ontstaat er dus ook minder snel een hartinfarct. Daarnaast geeft het natuurlijk een cholesterolverlagend effect, wat weer een belangrijke risicofactor is op het krijgen van aterosclerotische hart- en vaatziekten. En daarover hebben jullie als het goed is eerder al meer gehoord. Bijwerkingen die kunnen optreden bij de statine, dat zijn spierpijnen. En dat is eigenlijk de bekendste bijwerking van deze groep middelen. Maar objectief komt die echt heel weinig voor. Ja, dus je hoort er veel mensen over klagen.
Maar slechts een hele kleine minderheid van de patiënten heeft daadwerkelijk deze spierpijn. Interacties zijn er met remmers en inductoren van het CYP3A4. En dan moet je dus bijvoorbeeld denken aan die grapefruitsap die we eerder bespraken, of de non-dihydropyridines. En contra-indicaties die zijn er ook nauwelijks. Dat is alleen ongeschikt om te geven aan mensen met actieve leverziekte. Belangrijk om je te beseffen is dat de beslissing ja of nee statine is dus in het geval van secundaire preventie heel belangrijk. Maar de keuze voor de statine en de dosering van de statine doen we vervolgens wel weer op geleide van het LDL-cholesterol. Dus zodra mensen een statine krijgen, ga je het LDL controleren. En dan is het de bedoeling dat je met die statine het LDL-gehalte onder de 1,8 millimol per liter krijgt. En daarvoor kun je spelen met de dosering van de statine of met de soort statine. Ja, dus bijvoorbeeld simvastatine, nou, dat is een best wel een beetje een middelmatig werkende. Atorvastatine werkt iets sterker, rosuvastatine nog iets sterker. En pravastatine werkt weer iets minder sterk dan de simvastatine. En zo kun je dus met alle middelen en de verschillende doseringen kun je spelen. Over het algemeen is een goede start is met simvastatine 40 mg of met atorvastatine 20 mg. En dat zijn kostenbewuste startmedicamenten voor de verschillende statines. Nou, dan zijn we aan het einde gekomen van dit college over angina pectoris. Met name het laatste deel was een opsomming van veel medicamenten. Die dus allemaal wel eens voorkomen bij de therapie van angina pectoris. En als je nou meer wilt weten over die verschillende medicijnen, dan kan ik je de geneesmiddel van de week video's aanraden op YouTube. Die zijn gemaakt door het Erasmus Medisch Centrum. En eigenlijk voor bijna alle geneesmiddelen die we vandaag hebben besproken, hebben zij een video gemaakt waarin je in 3, 4, 5 minuten iets leert over dat medicijn. En verder heb ik als bron gebruikt, en dat moeten jullie ook gaan doen, de NNG-behandelrichtlijnen en het farmacotherapeutisch kompas als het gaat over de geneesmiddelteksten. Nou, ik hoop dat jullie er veel van geleerd hebben. En vragen ontvangen we graag via Moodle of in het bijbehorende college. Hartelijk dank voor jullie aandacht.